Dit is nieuwsuitzending nummer 111. En die is dus ook weggegooid. Naar de eerste versie. Die vond ik te langdradig. Nu ga ik hem beter doen. Dit gaat allemaal om een artikel wat Wim Dankbaar heeft gepubliceerd. En dat heeft hij gepubliceerd op 8 november 2016. Dat is 4 dagen geleden. En 3 dagen geleden, 9 november, heeft hij daar een tweede artikel aan toegevoegd. Dat is heel vreemd wat hier allemaal staat. Dit gaat over 2 verslagen. Dit verslag, daar staat een lijst van de mensen die aanwezig zijn. Schotanus of Schotanus of zo, of hoe je het uitspreekt. Schotanus. Dat is adellijk. En wat die te maken heeft met de zaak, die was dus in de woonkamer. Maar die was toch niet daar uit de buurt. Ik ben benieuwd waar ze eigenlijk woont en voor wie ze werkt. Dit is dan dus het ene verslag. En dan heb je dus hier het andere verslag. En dat is gewoon eerste sessie. Er staat niet bij wie er allemaal bij aanwezig waren. Dit is alleen maar de vragen. Oh ja, ja de vraag. Oh ja, dat snap ik dan. Ja, ja. Nou, vraag 1 heb ik vorige keer bij stilgestaan. Hier wordt gesproken over AFI. En daar wordt gesproken over AFKE. Dat zijn dus 2 verschillende vragen. Ik weet ook niet of een AFI en een AFKE, dat het altijd gaat om dezelfde persoon. Er wordt gesproken van een bouke, dus bekendelijk. Ja, ik weet niet hoe dit document tot stand is gekomen. Ik vraag me echt af. Nou, vraag 2 was waarom geen DNA van de Afghaan en Irakees. Dat heb ik heel slordig geformuleerd. Dus ik ga mijn ruler erbij pakken. Oh jee. Even wachten. Ah, fuck. Als ik nou zo kan ik dat ook. Nee, dat kan niet. Zo. 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 Dat pakt hij ook niet. Hè? En dan zo. Zo, en dan zo. Oh, je hebt een gedoe zeg. Nou. Het gaat dus hierom. Vraag 2. En nu kan ik uitvergroten. Waarom geen DNA van de Afghaan en Irakees? Dat is natuurlijk geen term, hè? De Afghaan en Irakees van de Nederlander en Duitser. Waarom geen DNA van de Spanjaard en Italiaan? Waar kwamen die mensen trouwens allemaal vandaan? Het gaat toch om namen? Er was een groepje jongens en die hadden Marianne Vaastra bedreigd. Nou, wie waren dat? Weten jullie er meer van? En dan gaat, wat is al gezegd, Afghaan assurantiekantoor 6599, Irakees in Drachten 8599, gezien. Met een komma ertussen. Nou, hier staat. Is een andere zin. Afghaan assurantiekantoor 6 mei, die datum is anders gespeld, is 6599. Hier staat het jaartal uitgeschreven, hier staat een punt. Hier staat een komma. Mevrouw Bruining recherche gebeld, maar ze wilde niet komen. Dus
Wat wordt gezegd? Mevrouw Bruining heeft de Bruinig. Mevrouw Bruinig heeft de recherche gebeld. Maar de recherche wilde niet komen. Ja. Of bedoelde ze nou dat er werkte iemand bij recherche, die heette Bruinig. Maar die zei, nee, we willen niet komen. Dan kan je toch ook de politie bellen. Zeggen van, we hebben hier moordenaars, mogelijke moordenaars in de rondte lopen. Nou, dan moet de politie het maar oplossen. Als de recherche niet wil komen, toch? Van mevrouw Bruinig mocht het niet. Iedereen denkt, oh, als mevrouw Bruinig het zegt, oh, dan loopt het me Bruinig in de broek. Ook het assurantiekantoor heeft gebeld. Nou, geweldig zeg. En die kregen ook mevrouw Bruinig aan de lijn. En mevrouw Bruinig heeft toen tegen het assurantiekantoor gezegd van, ja, moet je goed luisteren, jullie zijn al de tweede. Hou daarmee op. Tegen de eerste heb ik al gezegd, we komen niet. Wat is dit voor een vraag? In de mondelinge toelichting op het punt dat we het afgaan wel herkend zal zijn van de foto, wordt dit punt toegevoegd aan de vraag. Kijk, dit is dus echt absoluut geen Nederlands. Ik weet niet hoe ik hier zo kort mogelijk een grapjes over moet maken, maar in de mondelinge toevoeging, in de mondelinge toelichting op het punt dat de Afghaan wel herkend zal zijn van de foto, wordt dit punt toegevoegd aan deze vraag. Ja, je moet gewoon denken aan slagroom met kerstjes erop. Kan je heel makkelijk verwerken. En dan het antwoord, Damstra, dit zal door hem onderzocht worden. Er staat geen punt achter. Oké. Okay. Resultaat, dubbele punt. Ja. Dus, dit was dus allemaal in de huiskamer. In de huiskamer op de Sitsmaweg 17, te Zwaagwesteinde, op 26 april. Vroegen ze dus een Damstra van, waarom geen DNA van de Afghanen hier in Kees? De gelegenheid is er wel geweest om ze te pakken. Afghanen af zich als ik kantoor 6599. Iere Kees in Trachten 8599 gezien. Mevrouw Bruinige recherche gebeld, maar ze wilde niet komen. Ook het assurantiekantoor heeft gebeld. In de mondelinge toelichting op het punt dat Afghaan wel gekend zou zijn van de foto, wordt dit punt toegevoegd aan deze vraag. Ja, en Damstra, die viel er helemaal stijl achterover. Die zei, dit ga ik onderzoeken. En gewoon dezelfde dag, gewoon in die huiskamer, was het resultaat bekend. Van de Irakees, Ali Hussein Hassan, is op 12 oktober 1999 wangslijmvlies afgenomen. En dit is vergeleken. Het profiel kwam niet overeen. De bedoelde Afghaan, hoe heet hij ook alweer? Die op 6 mei 1999 bij het assurantiekantoor in. Oh nee, die bedoelde Afghaan, dat is de. Dat was die. Hoe heet die ook alweer? De bedoelde Afghaan? Dat was dan. Echt een gepuzzel, jongen. Misschien dat Wim dankbaar is, is even. Ja, moet je luisteren, ik heb het al zo druk met de zaak van Janne Waastra. Moet ik dan ook nog de zaken op een rijtje gaan zetten? Dat wordt me echt te veel werk, snap je? Maar het ging toch om die Mulhlaiwi of zo? Bohemi? Hoe is dat ook alweer in elkaar gevlochten, dit? Dat is echt een puzzel, man. Oh, dat is niet. Oh nee, wacht, die staat hieronder. Topehi. Oké. De bedoelde Afghaan. Ja, precies. Oké. De bedoelde Afghaan is waarschijnlijk die en die.
wat onder zijn naam werd op 6 mei 1999 door de bedoelde man een bromfietsverzekering afgesloten. Topei is een bestaand persoon destijds wonende te Groningen. Op 31 augustus 1999 te 19.10 uur reageert een medewerkster van bedoeld kantoor telefonisch op een uitzending van Peer de Vries en de daarin getoonde foto. Zij meent in de op die foto afgebeelde man te herkennen die op 6 mei de verzekering heeft afgesloten. Meldster. En dan stopt hij. Dit is het antwoord van Damstra. En dan gaat hieronder, gaat Wim dankbaar hierop reageren. Op de bedoelde Afghaan of zo. En die heet natuurlijk ook Ali. Ik durf te wedden dat hij, zo dadelijk wordt hij Ali Topei genoemd. Dan weet je echt niet meer waar je het over hebt. Nou, dan heeft hij dus bij het antwoord. Heb je hier dus antwoord 1, heb ik dat in de vorige besproken. Ietsje kleiner hoor. Zo. Zo. Wat een hoop tekst heeft hij Wim dankbaar gemaakt. Hè. Maar dan heeft hij dus een reactie. En die reactie die is C. Mike's eigen antwoord. Dit antwoord kan je, heb ik op lopen zoeken in dat gedoodverfde dagboek van haar. Daar heb ik een pdf van. Nou, daar staat echt dit niet in. Dus kennelijk heeft Wim Dankbaar een e-mail gehad van haar. Zo. En dan heeft hij de tekst eventjes uitgekopieerd. En Maaike heeft dus een e-mail gestuurd, denk ik maar. En daarin stond, ik zei tegen Damstra, ga eens achter de Irakees en Afghaan aan. En de AZC'ers die na de moord allemaal zijn weggesluist. De Irakees hebben we gehad, tussen quotejes, comma, was zijn antwoord. Nee, Damstra, dat is een leugen. U weet net zo goed als ik dat deze man niet de één Rakees was die 's middags nog in kolom liep en die jullie op de politietelex hadden te staan. Ik zou het u kunnen bewijzen. Hou daar eens over op. Maar ook deze leugen moeten jullie vasthouden en wat er al niet meer is gezegd. Je voelt je zo machteloos en de frustraties zijn zo groot. Als je elke keer weer tegen de leugens van justitie aanloopt. Nou, die tekst. Ik zei tegen Damstra, en er begint hier een quote. En waar eindigt die quote? Nee, helemaal nergens. Want dit is weer een quote binnen een quote. Want dit was het letterlijke citaat van meneer Damstra. De Irakees hebben we gehad. En hoe heette die Irakees ook weer? Dit geheel maakt op mij diep de indruk. Wat dit bedoeld is om ons zand in de ogen te strooien. En dan vallen we van in slaap en denken we, oké, al dit gedoe over Mianne Vaatstra. Het is allemaal hatsenflatsen, iemand typt wat op. Maaike's eigen antwoord wordt eventjes opgeschreven door Wim Dankbaar. Op basis van een verslag waarvan hij twee versies heeft.
Namelijk versie 1 en versie 2. Pak hem er nog even bij hoor. Is versie 2. Dit is de ene verslag. En dit is die andere. Ja. We hebben twee vragen gehad. En zo dadelijk gaat hij het dus hebben over vraag nummer 3. Neem ik aan. En die vragen worden er echt niet beter op. Vooral deze vraag ben ik erg benieuwd naar. Vraag nummer 5. Hoe gaat hij daarmee wegkomen? Wat is de uitslag van het laatste DNA? Vraagteken 65. Punt, spatie 5 maart 2 A3. Waarbij boven de A staat geen accentegraaf of zo. Maar dan moet zo verkeerd om. 2a, er moet een dikketje boven. Nadien uitslag, niets gehoord. Het is geen Nederlands. En ik snap niet waarom Wim Dankbaar deze kennelijke snel opgeschreven steno-achtige vragen zomaar één op één inscant en op het internet doet. Je moet het toch minimaal nadien uitslag niets gehoord. DNA vraagteken 65.5 maart 2A3. 1, 2 in de maat, anders wordt de juffrouw kwaad. Wat is dit? Ja. Goed, we wachten af. Ik ben benieuwd wat hij de volgende keer hierover gaat zeggen. Ik vind het niet correct. Als je er toch iets wil zeggen over dit drama en je bent, hij is een zogenaamd miljonair of zo, hij woont in Overveen of zo. Maar doe het dan op een heldere manier, een manier die ik ook kan begrijpen. Minimaal ik. Een beetje de logica kan doorzien. En als je dan dingen duidelijk maakt, dan vind ik het allemaal best. Maar Wim Dankbaar, bedoel ik dan. Ik weet bij jou nooit over welke Ali jij je altijd hebt. Of een Fayek, of een Fiak, of een... Over wie heb je het nou? Wie staat er? Het is toch wel een of andere ledenlijst van het AZC destijds. Had je daar niet een kopietje van kunnen maken? Desnoods scheef gekopieerd. Kijk, dan weet ik tenminste wat. Dan snap ik het wel. Maar in dit geval ben ik alleen maar stom verbaasd. En ik denk van, we hebben nou weer. We hebben een Avi en een Aafke. Bertus en een Bouke en moeder Vaatstra en moeder Terpstra en ik weet het op een gegeven moment ook niet meer. En ik vind dat je nu alleen maar verwarrend bezig bent, vriend. Als ik al door de bomen dit bos niet meer kan zien, wat moet je dan wel niet verwachten van mensen die niet naar de katholieke universiteit geweest zijn toen ze 40 waren en logica les hadden gehad? Dus ik vind dat je daarmee moet oppassen, Wim. Gewoon doe het voorzichtig aan en ga gewoon wel lekker door hoor, bespreek alles maar. Alles wat jij wil toevoegen aan de discussie,
Natuurlijk mag dat. Jij mag ook gewoon zeggen wat jij voor twijfels hebt. En leer gewoon goed duidelijk te zijn in het uiten van je twijfels. Heb je het over Avi of over Aafke? En wie is het dan? Zo. En ook zou ik het fijn vinden als je eigenlijk alle teksten die je publiceert, als je die over zou typen. En dat je de naam van het slachtoffer gewoon vervangt door de term slachtoffer. Of het slachtoffer, mag ook. En dat je de namen van de betrokkenen uitsluitend benoemt in termen als de moeder van slachtoffer, de vader van slachtoffer, oudste broer van slachtoffer, jongste zus, zoiets. We hoeven niet te weten hoe die mensen heten. En die asielzoekers die daarbij betrokken zijn, die kan je gewoon nummeren. Hè? Asielzoeker 1, asielzoeker 2, asielzoeker 3, asielzoeker 4. Er waren er gewoon een aantal. Ja. En dan moet je de credentialen gewoon in een bijlage zetten. En je moet dan één vaste afkorting kiezen. Dus als ik de verdachte zou zijn, kan je mij gewoon altijd refereren als Perry. Ja, heel veel mensen heten niet Perry. Ja. Een weinig voorkomende naam. Maar noemen we het beste gewoon Perry Winkel. Dat is al helemaal niet zo'n veel voorkomende naam. Zou ik zeggen Perry Winkel, geboren te Bovenkerk. Of ja, Perry Winkel, geboren te Bovenkerk. Hierna te noemen Perry Winkel. Maar jij loopt te hasselen met namen. En dat moet je niet doen. Nou, wat moeten mensen daarmee? En tot op zekere hoogte neem ik jou dat kwalijk. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Ik ben wraakzuchtig of zo. Nou, ik ben benieuwd naar je volgende uitzendingen, Wip. En tegen jullie luisteraars, die jullie dit uitgeluisterd hebben. Na al die jaren nog een keer over de zaak van de moord op een jonge Friese vrouw. Daar in het tunneltje. Onder die provinciale weg die richting Lauwersoog gaat. Ja, al die tijd kletsen we daar nog over. Ja. Nee, maar dank jullie wel dat jullie daar naar geluisterd hebben. En dan tot de volgende die dan gaat komen als Wim Dankbaar er nog een maakt. Tjus. Dag lieverds.